Charlotte, sinds 5 maart hebben jullie nieuwe tentoonstellingen ingericht. Maar ja, door corona kan het museum nog niet open, Philharmonia. Welke tentoonstellingen zijn er? Ja, 3 hele mooie nieuwe tentoonstellingen. Het mooiste is de laatste, de derde, heeft stiekem ook nog een 4e erbij. Het eerste waar we nu hier ook staan is Ferengi. Als je hier langs het museum loopt, dan zie je dat eigenlijk gelijk al. Want we hebben ook een enorm werk in de tuin staan. En Ferengi is een woord dat betekent vreemde. Het is dus gekomen omdat Dienke Groenhout, die de initiatiefnemer is ook van deze tentoonstelling. Zij heeft een jaar door Afrika gereisd en merkte daar heel erg dat hoe anderen haar beoordeelden, haar identiteit inschatten, heel erg afhing van de dingen die je ook maar toevallig meekrijgt bij je geboorte. Dus dat kan zijn het feit dat ze een vrouw is, dat ze blank is. Maar juist die dingen die je eigenlijk eigen maakt, die je zelf kiest, of die je gewoon ja, op je levenspad komen, dat zien mensen minder snel. Dus wat als je nou zo'n identiteit gewoon helemaal aan kan trekken? Nou, en daar zijn eigenlijk deze beelden uitgekomen. Een paar echt helemaal bijna mythische wezens die gemaakt zijn om een hele andere identiteit aan te kunnen trekken. Het leuke is, ze heeft niet alleen ja, haar eigen nieuwe identiteiten hier neergezet, maar ze heeft ook 3 andere kunstenaars gevraagd die ze kent, die ze is tegengekomen op haar reizen, om ook ja, hun nieuwe vertaling van hun identiteit te laten zien. Eén daarvan is deze. Dit is van Tamrat. Hij komt uit Ethiopië, woont er ook nog, werkt daar als kunstenaar. En hij heeft hier ook vertaald ja, wat nou eigen in hem is. En het mooie is ook deze stof die hij heeft. En je kunt zien hier katoen als een soort dromenwolken. Maar deze stof, zijn vader maakt textiel. Heeft een textielfabriek en die heeft dus ook deze stof speciaal voor hem gemaakt. Nou, en we zien ook de patronen, zie je erin, de afdrukken. Ja. Ja, zo vertaalt hij een nieuwe identiteit hierin. Charlotte, een tijdje geleden hebben we met elkaar gesproken. En toen heb je een oproep gedaan aan mensen die misschien een prent van Torop hadden. Is dat gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. En daar zijn zoveel reacties op gekomen. Even ter herinnering natuurlijk onze Torop tentoonstelling. We laten daar 2 kanten van hem zien. De jonge Torop, die eigenlijk net als Mondriaan heel klassiek in de Haagse school begint. En daar steeds meer licht en experimenten in vindt. Heel erg zoekend is. Die zetten we tegenover de oude Torop, die in 1950 laat dopen als katholiek. En dan zijn hele oeuvre daar eigenlijk in ten dienst stelt. En dan ook heel stijl vast wordt. En het mooie daarin inderdaad is dat zijn werk ook dat spreekt heel erg aan. En dat er dus ook heel veel prenten van zijn gekomen. En katholieke grondslag, zeg maar. Ja, katholieke grondslag. Zeg. Inderdaad, dus veel heilige prenten. Hij heeft bijvoorbeeld 1 dat hij naar Lourdes gaat. Alle klassieke thema's, zeg maar echt op zijn hele eigen persoonlijke manier. We hadden echt gehoopt van, nou hopelijk kunnen we misschien 20, misschien wel 30 vinden. Maar meer dan 120 reacties hebben we gehad. En het mooie is ook, het is niet alleen hier uit Winterswijk lokaal, maar echt mensen van het Roosendaal, echt alle uithoeken, 2 uur rijden verderop, hebben toch via familie en vrienden of overal is het allemaal doorgestuurd. Ja, dat is prachtig dat we dat nu allemaal kunnen tonen. Dus dat we niet alleen de originele werken laten zien en daar echt focussen van, wat maakt het nou zo bijzonder? Maar voornamelijk ook dat we de prenten goed kunnen belichten. En juist wat maakt een prent nou zo bijzonder, is dat persoonlijke verhaal dat eraan zit. Ja, dat snap ik. Even tot slot. Het museum is nog gesloten natuurlijk, zoals ik al in het begin zei. Op wat voor manier kunnen mensen toch kennis nemen van de exposities? Ja, we hebben al heel veel content nu gewoon online gezet. Dus als je ons volgt op Facebook of Instagram, dan komt het allemaal al voorbij. Maar in ieder geval is het ook allemaal verzameld op onze website. Dus daar kun je allemaal extra dingen vinden. We hebben bijvoorbeeld hier alle rondleidingen door de tentoonstellingen gefilmd. En dat zijn niet alleen maar rondleidingen dat we de werken langs gaan. Ieder filmpje heeft ook echt zijn eigen insteek. Dat we bijvoorbeeld bij de kunstenaars in het atelier kijken. Dat we in gesprek gaan met ze. Dus dat we zo eigenlijk een paar mini-documentaires hebben die je dan erover kan zien. Daarnaast hebben we nog veel meer achtergrondmateriaal dat we allemaal publiceren. Ook in onze app staat dat allemaal. Dus zo hopen we dat je toch al een beetje goed voor kan bereiden voor het moment dat we het echt allemaal weer kunnen zien. En wanneer denk je dat dat het moment is? Ja, het is nog een beetje afwachten. Wat hoop je?
We hoopten heel erg op Pasen. Pasen wordt ondertussen alweer snel. Maar ik hoop toch wel in april. Uiteindelijk, er staat nu ook een petitie online van alle musea of alle publieksinstellingen eigenlijk. Wij zijn gewoon veilig. Er zijn geen besmettingen geweest. Wij kunnen veilig open. We kunnen juist dat stukje mentale gezondheid dat iedereen nu zo mist. Dat kunnen wij nu heel veilig bieden. Dus ik hoop dat we dat snel weer kunnen doen.